Een hele goede morgen. Welkom in deze nieuwe vlog. Wij zijn gezond leefstijlers in Daniel en Farah Bellinga. En vanochtend werden we heerlijk wakker op deze prachtige zaterdagochtend. En ik dacht, ik ga het van oudste muziek weer eens opzetten. Van my old friend. Wist u? Bibi Soyari. Weet je, dat is grappig. Ik dacht vanochtend van... Waar stond ik 10 jaar? Hoe was het 10 jaar? En 10 jaar geleden was het heel anders. Ik was wel bij mezelf, helemaal wereldreizend. Zoekend in succes in onderneming als een publieke spreker. Maar ik merkte toch dat ook als alle lichten zijn gedoofd en je dan weer alleen was, dat dat niet alles was. En nu, 10 jaar later, getrouwd met mijn prinses Farah en papa van mijn prachtige zoon Luan en mijn prachtige dochter Lucilla. Dus het is goed om soms even reflectie te hebben, muziek terug te pakken uit de kast die je 10 jaar geleden elke dag over en over luisterde. En dit is het liedje wat hij speelt van The Gladiator. Een van mijn meest inspirerende films. All we want in life is strength and honor with God's wisdom. Leuk dat je er weer bij bent. Life is one lucky road as long as you always believe in yourself. Fijn weekend. Hoe zou het zijn? Remember, 10 years ago. I forget where we come from, baby. Hoe zou het zijn? Doe mij maar even een dansje. Luan, ook op de andere arm. Luan, is dat goed? Hoe zou het zijn, liedje? Hij wil croissantjes maken. Oeh, lekker. Kan niet wachten. Nou, een hele goede morgen op deze zaterdagochtend. Wij zijn weer lekker in de keuken, want Leon is altijd gek op croissantjes maken. En dat had ik deze week in huis gehaald. En hij is appeltjes aan het maken nou, hè? Voor in het croissantdeeg. Daar is het croissantdeeg. Maar het lekkerste vindt hij gewoon het rauwe deeg. Dat voelt Leon wel lekker. Ja. maar die tafelslag op. Doe het weer zo lekker! Ja, het hoeft geen hagelslag op. Gewoon zo, hè? Ja. Ja. Ja, ondertussen dat Leon de croissantjes maken is, heeft hij eigenlijk al een half ontbijt op. Ja, eet hij de kale appeltjes op jij? Ja. Ja, boefie. Nee, ik vind zo lekker die appel. Ja. Goed hoor, jongen. Helemaal prima. Nou, ik voel me inmiddels al ietsjes beter dan gisteren. Gisteren was ik echt heel erg verkouden. En toen had ik ook echt heel erg vastzit in de neus en zo. Maar ik voel me alweer wat beter. Ik heb nog wel een beetje een hese stem, maar het gaat altijd vrij snel weer over. Wat ben jij aan het doen? Hey, ik ben Lu aan het kijken, hè? Kijk, ik ben Lu aan het kijken. Ja. Dat kan Luan goed. Goed zo. Lekker? Ja, lekker hè. En ik heb ook nog even een schaaltje fruit gemaakt met banaan, peer en mandarijn. Silla, wat heb je gedaan? Oh, 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 oh. Nou, dit zijn ze geworden. Luanse croissantjes. En nou, in de oven. De
croissantjes zijn klaar en ik ga ze even de mannen halen. Ja, want die zijn het trommelen. Drummelen, zoals Luan dat heel mooi zegt. Ga eens even kijken waar ze zijn. Hey, Johnny. Mama, zal je muziek in de ja. Ik zal de muziek te laat ondermonteren. Het klinkt met die headphones heel mooi. Zonder headphones klinkt het video waarschijnlijk verschrikkelijk. Ja, wij horen alleen maar tikken, 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 tikken. Maar dit is dus een elektrisch drumstel, hè? Voor wie denkt, wat is dit? Het scheelt een heleboel overlast. Ja. Goed drummelen. Oh, is dat? Oh, ja, is dat. Nu denk je misschien naar, we horen alleen maar getik getik. We zullen even laten luisteren. Doe oké, wat stokjes op de dingen slaan. Mooi man. Mooi speelgoed, hè? Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eerst nog even lezen uit de Book of Wisdom. Hallo? Nou, daar zijn we dan. Even in het winkelcentrum. We moeten luiers halen. En zout voor in de boot. Ga mee, Luan. Gaan we zout halen voor in de boot, hè? Ja, nee. Zullen we zillen? En laten we het zout een keer proberen van de Jumbo. Ja, nee, weet je, ik had in de boot geen zout gelegd, omdat ik denk, nou, strenge winter wordt het toch niet. Als het nu zo blijft vriezen, ja, dan zijn van het voorjaar al onze botenkussens bevroren. Dus dat moeten we niet hebben natuurlijk. Ja. Voor degenen die denken, Farah en Daniel, wat zijn jullie nou eigenlijk allemaal aan het doen met dat zout en zo? Nou, we hebben dus een bootje. Voor degenen die ons al langer volgen, het is een heel klein, leuk klompenbootje. Dat zullen we zo meteen ook wel aan je laten zien. Ik denk dat het bootje 30 jaar is of zo? 35 jaar. Echt een heel schattig bootje waar je dus ook op kan slapen. En er zit een klein keukentje in. En dat bootje hebben we liggen in Giethoorn. En dat is ons soort van vakantieplekje, weekendplekje. Vooral in de zomermaanden zijn we daar altijd vaak te vinden. En het is nu winter. En die ligt daar dus met winterkap en dat soort dingetjes erop. Alleen we waren het zout vergeten. En aangezien het nu heel erg koud wordt buiten, dan kan het gaan schimmelen. Kan de bekleding binnen in het huisje kan gaan schimmelen. En als je er zout neer legt, dan onttrekt dat vocht, zeg maar. Dus vandaar dat we nu dus zout aan het halen zijn om in de boot te gaan zetten. Om dus dat het beschimmeld voor te zijn. Voordat het dus alles beschimmelt in deze winter die nu best wel gaat komen. Want het is best wel koud buiten al. En we gaan dus meteen even ook een rondje wandelen in Giethoorn Centrum, omdat we er toch zijn. Dus we maken er een soort gezinsdagje uit van. Dus als je denkt, Farah, Daniel, wat zijn we aan het doen? Dit zijn we dus aan het doen. Ja, dan zullen we genoeg drinken. Ja. Zit dat slaap lekker? En dan is het daar. Nou, we zijn dus onderweg naar Giethoorn en het is hier zo mooi dat we even zijn gestopt. Kijk eens de auto. Even jullie dit mooie uitzicht. Nou jongens, we zijn er bij ons bootje. De kindjes die slapen lekker in de auto. Dus wij kunnen eventjes wat moeten we eroverheen doen? Zeil? Zeil en zout natuurlijk. Eerst even het zout. Ziet er zout. Maar je ziet al aan de boot, hij is wel een beetje groen al geworden, schat. Kijk. Moet het voorjaar wel weer flink poetsen. Sorry bootje. Trouwens ook heel erg glad. Oeh, heel glad. Hoe houden je boot of je caravan vrij van vocht? Door een tiental van dit soort bekertjes met echt wit. Ja, zout. Het is geen cocaïne, gewoon zout. Nee. Die denken van, hebben ze op slanke witte veel cocaïne in de boot? Nee. Zout. Hoeveel bekertjes ga je erin zetten? 5 kilo omheen. Zoveel hoeft er niet. Liever te veel, mama. Omdat we in april, mei niet schimmel weer mogen poetsen.
Nou, dit is dus ons plekje. Ons bootje, dit is ons bankje wat we in de zomer altijd gebruiken. En hier op het gasje, daar zitten we dan altijd. Daar zetten we dan parasol op en we gaan hier barbecuen. Dus we hebben hier ook een heel lekker plekje. En we hebben vaak hier ook nog een klein Zodiac bootje liggen. En daarmee gaan we dan echt varen door Giethoorn. Dus eigenlijk is dit een beetje ons woonbootje op het water. Want hiermee varen we niet superveel. Maar we slapen hier gewoon op, zeg maar, als we een weekendje hier zijn. Als de kinderen straks een zwemdiploma hebben, dan gaan we natuurlijk diep zee leuk op de meren snorkelen. En dan gaan snorkelen? We hier hele mooie koralen. Hier mooie koralen? Ja, Paradise Island-achtige. Ik denk dat je me dan een keer mee naar Bali moet nemen, schat. Kijk, we zijn al Bali. Oh, wat een schatte patatjes. Even een kusje op elkaar. Oh. Naar de lucht. We gaan nou niet privé wel laten zien dat we kindertjes zijn. Oh, nee, we kijken misschien ook binnen jou. Dat is een ander onderwerp. En trouw niet voor je 30 bent. 30? Maar ik ben nog geen 30. Hoe doe je dat dan? Oh nee, voor de jongens. Voor de meisjes. Voor de meisjes geldt dat niet. De meisjes mogen wat jonger zijn. Meisjes van 28. Maar voor degene die dat afvragen, Daniel en ik schelen 8 jaar, hè? Opa. Hij is opa. Hij heeft zich een jong besje naar haken geslagen. Een jong besje, maar wel een open Een jong besje. Zo noem je me het gewoon, een jong besje. Een open met levenservaring, was een world traveler, een lonely famous man. Famous man. En nou ben ik een family man. Moet je haar trouwens wel echt knippen, moest ik kijken jongens. Dinsdag gaan we naar mijn privé kapster. Kijk eens even. Hey. Kijk eens even naar mij. Dit kan toch niet? Je bent er net... Weet je, nee, maar dat komt door Varen zelf. Lijkt hij? Wie lijkt hij? Hey, wat Varen zegt altijd, ja, maar ik vind lang haar zo mooi. En ik zeg altijd gewoon standje 1. En dit zo, ik vind dit wel sexy. Ik hou hier niet van. Ik vind dit wel sexy zo. Kijk eens naar mij. Dus, maar de kapster komt dinsdag en dan doen we standje 1 en dan ben ik tot en met april, mei. Wie is jouw kapster? Mijn private kapster is mijn moeder, sinds mijn geboorte. Until the last breath. Mama, I love you. Je komt ons dinsdag knippen. Ja, jij ook met de puntjes. En Lucilla. Ik de puntjes. En Lucilla, en Luan ook de puntjes. Ja, want dat moet ook. De puntjes. Met Luan trouwens, ik wil heel graag dat Luan wat langer haar krijgt. Want hij heeft best wel mijn soort haar. Dat piekerige, dunnerige wat zo gaat staan. Dat hebben jullie er waarschijnlijk wel vaker gezien. Maar als je het heel kort knipt, dan staat het zo heel raar. Dus ik wil graag dat hij wat langer wordt en dat het wat langer valt. Maar het gaat nu alsnog zo staan. Dus hij moet nou wel een beetje de puntjes knippen. Maar ik vind het mooi dat het zo'n mooi lang blond kopje wordt, zeg maar. Zo'n stoer blond mannetje. En nu even terug naar de boot. Kijk jongens, dit is de boot. Man supreme. Het ziet er niet uit natuurlijk, want alles is ingepakt en opgeruimd. Zie die vocht? Hier, dit is ons bed. Oh, daar is vocht. Oh, en het ruikt wel weer helemaal lekker naar boot aan. Een kopje zout kan ook heel gezond zijn voor je gezondheid. Wij drinken zo'n een stuk of 15 kopjes zout per dag. Dat is namelijk heel erg goed voor je vochtbalans. Want hierdoor onttrek je al het vocht, waardoor je dus uitdroogt en heel snel het loodje legt. Dus als je dat graag wil, echt een aanrader. 15 kopjes zout drinken op een dag. Call it the white powder. The white stuff. Grapje. Buurman. Alles goed, buurman? Ja, lekker. Ja, we komen even zout in de boot zetten, buurman. Wat zeg je? Ze voorspellen in 11 steden, toch? Ja, we moeten toch maar even zout in de boot zetten. Ja. Was het niet aan toegekomen. Heb je goede winter gehad tot zover? Ja, redelijk. Okay. Redelijk. Boot ligt in de haven? Nee, die ligt binnen. Oh, binnen, ja. Ik ga even iets heel engs doen. Oh, kijk dan. Het is wel hard, maar je kunt er niet op gaan staan. Kijk, ik ben zelfs te zien in het water. Hallo! Ik zal even ingaan. Kijk jongens, dit is ons knusse huisje. De lichte vloerbedekking hebben we eruit gehaald. Dit is ons keukentje. Er ligt water in de boot, balen. En dit zijn de kussens waar het dus om gaat. We kunnen dus gaan beschimmelen als we geen zout erin leggen, maar ze zijn nog niet nat nu. Maar goed, dit is dus ons bootje en daarachter is dit is het bed van Luan en Lucilla. En wij slapen dan altijd daar, daar kun je ook een bed van maken. Hey, mama. Ja? Ik zeg niet lullen, maar poetsen. Hier. Niet lullen, maar poetsen. Die droge spont leg je erom, die wring je uit. Die plas die moet helemaal droog worden. We hebben ook nog een badkamer.
Dit is de badkamer. Oh, een beetje op kamer. Kijk. De vieze zie. Maar we moeten poetsen. Ja, ga bij de camera maar. Even kijken. Ja, dat is ijskoud, hè? Ja, ik zie het. Dat gaan we doen. Oh. Oké, ik laat het over aan de man. Ja. Jullie zullen wel denken, nou, wat is dat nou voor mijn vrouw? Maar. Ga maar lekker zonder baan. Hij vindt dit lekker. Ik begin niet meer. Kom maar, ik werk wel. Ja, alsjeblieft. Ik dien voor mijn vrouw. Ik dien voor mijn gezin. Alles voor. Vrouw en kind. Niet vergeten wie je avondeten, je lunch en je ontbijt dat we maken, hè? Wie je kinderen verzorgt. Ga je nou weer te werk in de boot? Terecht, even terug. Nou, ik ga ijs scheppen. Ga maar hier, lekker zonder baan. Neem maar de camera maar mee. Ik neem jullie weer mee. Misschien kan ik wel even een rondje. Ik loop even een rondje. Ja, ik ga jullie even laten zien waar we hier zitten. Nou, zo zien jullie een beetje waar we liggen. Dit is dus de haven waar we liggen. En hierdoor varen we dan altijd door dit gootje op naar het Giethoorn Centrum. Dit is het oude gedeelte van Giethoorn, dus je hebt het echt toeristische. Dit is het minder toeristische gedeelte, waardoor het dus hier niet zo super druk is, maar wel heel erg mooi is. Kijk nou jongens, hoe mooi. De werkplaats waar alle boten worden gemaakt en gerepareerd en geschilderd. Nou, dag lief klompenbootje. Even een fijn winterslaapje. En tot over, ja wat is het? Een kleine, hopelijk 2, max 3 maandjes komen we je helemaal weer poetsen. Nou, we zitten weer in de auto en we gaan nu even naar het centrum van Giethoorn. Dan gaan we nog even lekker wandelen over de bruggetjes heen. En ondertussen eten we even in de auto een krentenbolletje. Nou, auto geparkeerd. On our way to Giethoorn Centrum. Ik ben benieuwd of er toeristen zijn. Ik denk het niet. Luan, heb je al Chineesjes gezien? Ja. Zijn er al Chineesjes gezien? Nee, ja. Ook geen Japannetjes. Ook geen Japanners. Ja, dat lijkt me heel apart zo, hè? Zo uitgestorven. Ja. Even het Giethoorn beleven als gezin. Ja. Hé, Luan? Kijk, alle bootjes liggen hier. Die rondvaartbootjes. Maar die varen niet. Hello, do you want to go on the boat? Should we go on the boat? Toeristiek, toeristiek, fantastisch. Wie kent trouwens Giethoorn? Kennen jullie Giethoorn? Zijn jullie er wel eens geweest? Of wonen jullie misschien in de buurt? Laat het even onder in de reacties weten, want we zijn heel erg benieuwd. Wij zijn heel erg fan van dit plaatje. Het is echt een beetje een soort Venetië, maar dan in Nederland. Het is een dorpje wat eigenlijk omringd is door water en bruggetjes. En je kunt er doorheen met bootjes. Dus het is super leuk, super klus. Er komen over de hele wereld, vooral Chinezen en Japanners, helemaal de wereld over reizen om dit dorpje te bezoeken. Het is in dat soort plaatsen echt, als je naar een reisbureau gaat, dan ja, kun je een stedentrip naar Giethoorn boeken, bij wijze van. Dus het is echt heel erg leuk om hier zo dichtbij in de buurt te wonen, terwijl er eigenlijk over de hele wereld mensen hierheen komen. Al getrouwd zijn. Maar als je dus een trouwlocatie zoekt, trouwlocatiegiethoorn.nl stond erboven. Heel erg romantisch. Badje uit Giethoorn, hè? Badje? Dat is Badje. Goeiedag, Badje. Goeiedag. Zo. Huppelen naar Giethoorn.
Joepie. Oh, hier zit een poesje. Dat is een mooi poesje. Ja, dat is een mooi poesje. Moet je weer naar binnen? Ja. Oep, kom maar. IJsje eten. Ik weet niet of ze wel ijsjes hebben hoor. Denk het. Denk je wel? Ja. Ze is lekker. Soft ijsje. Ja, dat is het weer zomers wel, hoor. Zie je het buiten? Ja, nu is het weer binnen. We gaan even opwarmen, hè? Wat wil jij hebben? Warme chocolade? Nee, kroketijs. Kroketijs. Ja. Wat wil mama? Ik wil warme chocolade. Waarom dan? Oh, lekker warm. Er is precies zo'n weertje voor. Nou, ik heb een lekker warme chocomel met slagroom. En Daniel heeft heel goed zonder slagroom. Ja, ik ben hier niks voor niks 3 keer per week aan het trainen. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat is dit is een ijs die kun je zien. Die is nog van afgelopen september. Een nieuwe ijs. Ijs. Heel koud. Alsjeblieft, zeg je dan. Dank. We hebben ook een lekker doorzetten. Nou, proost lieve prinsesjes. Nee. Proost. Goed maken. Zal ik? Proost. Hoef je niet? Hey, mag mama hem dan? Dit wil ze wel, hè? Lepeltje. Nee, wit. Lepeltje. Slapen. Een beetje slag. Lekker. Nou, dan hebben we lekker warm in de buik. En nu dan lekker koud in de buik. Ja. Lekker? Alleen deze suikerklontjes, die laten we natuurlijk liggen. Die laten we liggen voor het paardje in de klas. Dat is nergens voor nodig. Proost! Dat kan niet! Lekker papa. Zelf. Zonnig kusje vandaag. Feel the love, baby. Ja. The love. Het is lekker rustig ook, ideaal. We hebben één iemand tegen Taiwan. We hebben een Japan. Japans? Taiwan. Jij hebt met haar gepraat, zag ik. Made in Taiwan. Ik zei, Chimedes Bala, Hatsunik en Nikke. Verstond ze lasje. Dat? Toen zei Luan, ja, ik moet lasje. Verstond ze dat? Ja. Daniel kan namelijk Chinees. Laat ze wat horen. Nikke, Chimedes Bala, Hatsu, Halgu, Halkan. En wat betekent het? Lasje betekent ik moet naar de wc. Knap hoor. Daniel is echt een grapjas. Dat wisten jullie nog niet. Chimedes Bala. Ga weer een bruggetje over. Zijn we de baan in, kinderen? Zijn we niet. We zijn de baan. Oh, even lachen, duifjes. Dit is mooi. Wauw. Eens kijken. Kijk, dat is wel heel schattig. Kijk dan. Het past wel. Ja, past wel. Dit is een mooie bril voor jou. Nee, die tekst toch niet inderdaad. Kijk, ik vind het een mooi tasje. Leuk, hè? Oh, dat is deze. Zet hem eens op bij deze nog. Deze? Wauw, dat ben je een diva. Zou ze op de boot zitten of zullen? Of deze? Nou, dat wordt deze. Blauwe fluwaan. Blauwe fluwaan. Maar jongen, dat er zitten bloemetjes op. Dat is voor meisjes. Je hebt een boot. Zwart in de auto ligt ook een zwarte nog. Het zijn allemaal meisjesbellen. De was nu ook. Boepie. Dus hier, ga maar pinnen met de tasje. Papa, even in.
Geduld, Arjen. Zo. 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 En dan druk maar op oké. Oké. Nou, fijne winter nog. Bedankt hè. En tot in april maar weer met de boot. Doei doei. Is er voor de som? Ja, is voor de som. Ja. Dat heb jij goed. We zitten weer in de auto op weg naar huis en kijk hoe mooi het hier is. Dag Giethoorn, tot dag Giethoorn. Dat was een gezellig dagje. We gaan nu naar huis en dan hebben ze meteen nog de buren op visite van ons oude huis. Die komen bij ons kijken. Hele lieve, schattige oude buurtjes hadden we. Ali en Gerrit. Dus die komen zo meteen direct op visite. We hebben hoofdjes hoor. En we hebben visite. Van niemand minder dan onze lieve buren. Hallo Gerrit en Ali. Hallo Daniel. Hallo. Leuk jullie wel in de stille. Dat zijn Gerrit en Ali. Ja, van de terraswoning. Ja. Die mis je zo, hè? Ja. Hij heeft het altijd over Gerrit en Ali. Nou, de visite die is weg. Wij hadden nog een prakje over van de week. Dus we gaan even lekker prakje opeten en dan de kinderen wat in bed doen. We willen je heel erg bedanken dat je weer keek naar deze video. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe natuurlijk de duimpjes omhoog op de video. En vergeet niet te abonneren op slankenfittv.nl voor onze dagelijks nieuwe video's. Dankjewel voor het kijken en doei doei. Tot morgen. Doei. Zo heb je eigenlijk super snel je eigen pasta saus gemaakt. Met verse tomaatjes, met ui, met knoflook en met tomatenpuree. En gewoon wat kruiden wat je lekker vindt. En ik proef hem altijd nog even. Of ik hem zelf lekker vind. Oh ja, hij is super lekker. Ja, en deze pasta saus kan je dus gebruiken door bijvoorbeeld je macaroni of je spaghetti. Maar je kunt het ook gebruiken als pasta saus voor op je pizza.